Vanochtend is er een schietpartij geweest, hier voor de luchthaven Eindhoven Airport. Er is een man aangetroffen die richting onze collega kwam met een mes. Onze collega heeft op dat moment zijn wapen ter hand genomen en gemaand dat die man tot stilstand kwam. Is niet gebeurd. De collega heeft dus op dat moment gemeend om zijn vuurwapen te moeten gebruiken. En op dat moment later is de persoon overmeesterd. Uw collega voelde zich bedreigd? Mijn collega voelde zich bedreigd. Hoe vaak heeft hij geschoten? Daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Dat ligt bij de Rijksrecherche. Waarom was deze man, gevaarlijk? Waarom vond uw collega hem gevaarlijk? Ja, de reden waarom, nogmaals, kan ik u niet geven. Ik ben niet in de schoenen geweest van mijn collega. Ik weet niet waarom hij bang was. Ik weet wel dat deze persoon met een mes op hem afkwam. En u kunt zich voorstellen dat dat een redelijk gevaarlijke situatie kan zijn. Met hoeveel collega's waren zij samen? Het zijn meestal twee man die als koppeltje samen aan het werk zijn. En één van die twee heeft geschoten? Daar kan ik nog geen uitspraak over doen, want dan weet ik niet wie er allemaal heeft geschoten. En hoeveel keer is geschoten? Ook dat ligt bij de Rijksrecherche.